Mijn hobby's zijn naar muziek luisteren. Ik hou van dansen. En natuurlijk naar de parenclubs. Toen ik het hoorde, vond ik het heel erg raar, want ik wist nooit hoe het er echt aan toe ging en uitzag. Mensen hebben al gauw een oordeel, weet je wel. Oh, de parenclub. Ja, dat laat je door iedereen je eigen pakken. Nee, dat is gewoon niet zo. Maar dat zijn vaak mensen die zijn nog nooit in zo'n club geweest. En die gaan je dan al beoordelen als een vies ding. Het is wel een beetje donker hier. Wat is dit? Ja, het is een beetje een relaxkamer. Oh, super lekker. Daar zou ik zo in willen. Ik vind het eigenlijk best wel goor. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om Demi mee naartoe te nemen. Dan kan Demi eens een beetje van de andere kant zien. En spiegel ook, dat is ook heel veel. Je hebt ook heel veel fantasie. Want die zie je in je eigen, hoe je lekker bezig bent. Ik hoop dat ze de sexy kleren alleen hier aan doet in de parenclub. Maar niet in de buitenwereld. En ik hoop dat ze daar dan verzorgd, netjes, als haar leeftijd zich kleedt en gedraagt. Ik wil mij eigenlijk toch ook wel eens anders laten kleden. Kleding eigenlijk, ik denk van, hé, dat staat me niet. Maar als je het dan eenmaal aan hebt, dan kan het misschien heel anders zijn. Dat je denkt van, hé, goh, zo kan het ook. Op een vrouw van 56 jaar.